Hey Indusoul Performers, fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over ademhaling. En waarom ademhaling? Omdat ademhaling, een goede manier van ademhaling in de sport veel niet voorkomt. En omdat ademhaling echt een goede manier is om je spanning omlaag te krijgen. Een van de meest gehoorde fouten bij sporters of problemen bij sporters is toch vaak dat ze last hebben met hun spanning optimaal te krijgen. Nou, vandaag gaan we diep in op ademhaling en waarom het jou als sporter kan helpen om beter te presteren of met minder spanning een wedstrijd in te gaan. Allereerst ademhaling. Je hebt twee manieren van ademhaling. Je hebt een borstademhaling. Mensen die hun borst helemaal omhoog trekken op het moment van ademhaling. En je hebt diafragma, ook wel buikademhaling genoemd. Op het moment dat je uitademt of inademt, gaat je buik uitzetten in plaats van je schouders omhoog. Nou, buikademhaling is een veel krachtigere en betere manier om adem te halen. Altijd als je mensen vraagt, adem eens diep in, dan gaan ze altijd zichzelf groot maken. Maar dat hoeft helemaal niet, want je lichaam heeft een spier, je diafragma genoemd. En die zorgt ervoor dat je longen uitgetrokken worden op het moment dat je gaat ademhalen. Je diafragma zit hier eigenlijk als een soort van tentvorm in je longen. En elke keer als je inademt, gaat hij naar beneden. En op het moment dat hij naar beneden gaat, trekt hij je longen eigenlijk, je borstkas maakt hij groter, waardoor hij je longen naar beneden trekt en daardoor kan er meer zuurstof in. Het is eigenlijk een soort van vacuümpomp. En die vacuümpomp zorgt ervoor dat die longen groter worden en er meer zuurstof in kunnen. Je schouders kunnen dat maar voor een klein beetje, of je borst en daarmee de spieren die rondom je borst en je ribben zitten. Dus als je gaat ademhalen, probeer altijd via je buik adem te halen. Misschien in het begin een beetje gek, omdat je buik uit gaat zetten op het moment dat je aan het ademhalen bent. Maar het is een veel krachtiger manier, een veel efficiëntere manier en je krijgt daardoor meer zuurstof in je longen. Dat ten eerste. Als je gespannen bent, dan gaat je hartslag omhoog. Je gaat sneller ademen. Er gebeuren allerlei dingen in je lichaam waardoor je merkt dat je echt gespannen bent. Dat gaat twee manieren op. Als je gespannen bent, dan ga je sneller ademen. Als je gespannen bent, dan gaat je hart sneller kloppen. Als je gespannen bent, dan ga je meer transpireren. Het omgekeerde werkt ook zo, dat als jij sneller, je hart sneller gaat kloppen of als je sneller gaat ademen, dan denk je ook vaak dat je gespannen bent. Dus het gaat twee kanten op. En daardoor kan jij, als je in een spannende situatie zit, die spannende situatie meestal niet aanpassen. Die wedstrijd, die moet je gewoon strijden. Daarin moet je gewoon keihard sporten. Die is spannend. Daar kan je niet zoveel aan doen. Maar aan je ademhaling kan je wel iets doen. Als jij ervoor zorgt dat je ademhaling rustig is, dat je hartslag laag is, dat jij jezelf kalm maakt door middel van je ademhaling en je hartslag, dan ervaar je de situatie ook als minder spannend en kan je daardoor met minder spanning een wedstrijd ingaan. Dus daar gaan we vandaag meer op in. Hoe kan je dat nou doen vlak voor een wedstrijd? Nou, heel veel sporters hebben het al eens vaker gehoord, dat je met rustig ademhalen in en uit je spanning een beetje onder controle kan krijgen. Dat je met mindfulness ook leert om naar je ademhaling toe te gaan en als je daar bent, dat je focust op je ademhaling, dan ben je minder bezig met je wedstrijd en daardoor zal je beter presteren. Nou, dat is een van de manieren. Als je al vaker mindfulness doet en je leert op je ademhaling te letten en vlak voor een wedstrijd ga je op je ademhaling letten, kan je je spanning al omlaag krijgen. Maar wat ook werkt, is om elke keer als je inademt, proberen twee keer zo lang of misschien wel langer uit te ademen. Dus je ademt in, drie tellen misschien, en je gaat uitademen. Misschien wel 6 tellen. Elke keer als je dat doet, en misschien kan je je uitademing verlengen, maak je een langere uitademing. En hoe werkt dat nou? Elke keer als je uitademt, wordt de ruimte in je borstkas wordt kleiner. Je ademt uit en je merkt dat het wat strakker wordt. De ruimte in je borst wordt kleiner. Als de ruimte in je borst wat kleiner wordt, wordt je hart ook wat kleiner. Als je hart wat kleiner wordt, gaat dat bloed sneller door je hart heen stromen. En als het bloed snel door je hart heen stroomt, denkt je lichaam, hey, het bloed stroomt snel door je hart heen. We moeten je hart misschien maar een beetje tegenhouden, een beetje gaan temperen. Want als het bloed altijd snel door je hart heen stroomt, is dat niet goed. Dat moeten we een beetje afremmen. En wat gaat je lichaam doen? Omdat hij denkt, er gaat snel bloed door je lichaam heen. Dat heb ik op dit moment niet nodig. Tuurlijk, je hebt veel bloed door je hart nodig als je vlak voor een wedstrijd gaat beginnen natuurlijk. Door de warming up heb je daarvoor gezorgd. Maar soms kan het te veel zijn. En doordat jij ervoor zorgt dat je ruimte kleiner wordt, je hart kleiner wordt, het bloed sneller gaat stromen, zegt je lichaam, oh, we moeten het een beetje gaan temperen. En daardoor kan je gewoon
as we speak, je hartslag omlaag brengen. Want je lichaam reageert heel snel op die stimulus. Dus, door vanuit jezelf rustig te gaan ademen, daarop te focussen. Misschien heb je het al vanuit mindfulness geleerd, wat ik eerder zei. Kan je je hartslag omlaag krijgen of je ademhaling omlaag krijgen. En door langer uit te ademen dan je inademt, geeft je lichaam ook een signaal van, oh, we kunnen lang uitademen. Als we lang uit kunnen ademen, dan zal de stress waarschijnlijk niet zo erg zijn en gaat het stresslevel omlaag. En omdat die ruimte in je hart en je borstkas dus kleiner wordt, zorg je er ook voor dat je een rustiger gevoel krijgt van binnen. Dus al die manieren, of nou ja, eigenlijk is het één manier, het rustige ademen, zorgt vanuit verschillende manieren ervoor dat je lichaam denkt, oh, we kunnen het iets rustiger aandoen. En doordat je lichaam denkt, ik doe het iets rustiger aan, heb jij minder spanning voor een wedstrijd. Dus de volgende keer als je in een spannende situatie zit, dat kan bij een sporttoernooi zijn, maar ook bij een presentatie. Wat het ook is waarbij jouw spanning omhoog is, je kan as we speak gelijk in het moment je spanning omlaag krijgen door langer uit te ademen dan in te ademen. En daardoor zal jij rustiger in het moment zitten, meer controle hebben over je gedachten, de spanning de baas zijn en daardoor optimale prestaties te leveren. Nou, dit was de eerste video van deze maand. Volgende week gaan we het weer hebben over spanningsverminderen. Hoe je door middel van andere oefeningen je spanning kan verminderen vlak voor een wedstrijd of in de weken voor rondom een wedstrijd. Gaan we het daarover hebben. Ben je nieuw? Wil je meer van dit soort video's zien? Word dan zeker abonnee. Klik op het belletje dat je graag de video's wil blijven zien. Dan krijg je meer tips over in de zone komen en daarmee de beste prestaties te halen. Nou, dan wens ik jullie de komende tijd nog heel veel in de zone momenten toe. Dat jullie maar vaak in de zone mogen zitten. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende video van In de Zone.